Waar? Oh! Oh! Oh, ik stak mijn vinger in zijn neus. Boom! Hyperspace Mountain, yeah. Hebben we gehad. Lydia is ook een grapje als... Nou, nu is het een beetje de kwestie van de meuter volgen. Daar was dus de tassencontrole. Dus als je denkt, oh, als ik in die hotel zit, heb ik geen tassencontrole. Wel dus? Ja. En nu heel dichtbij eigenlijk. Zo, die is wel heel groot hoor. Hij is wel echt, echt alle Jezus groot. Zie je, moet je kijken, je zit gewoon alleen maar in een buitenring. Zie je dat? Ja, geen binnenring. Nou, dus dan weet ik dat nu al, dat ik dat niet meer ga doen. En hier is dat nieuwe eetentje, barcafé-achtig iets, Rosalie. Earl of Sandwich. En zo kom je dus eigenlijk aan het einde van de village. Ja. Letterlijk. Letterlijk. En daar heb je iets meer zicht op ons hotel. Ja, we zijn heel blij. Dus dit is nog die Rosalie Park Café. Nou snap ik wel waarom veel mensen altijd rechtdoor liepen. Ja, nou snap ik hem inderdaad ook wel. Wij hebben dat ons eigenlijk heel lang afgevraagd. Waarom lopen er steeds mensen zoveel rechtdoor? Welke kant gaan ze uit? Zelf nooit aan gedacht om eens eventjes die kant op te lopen. Nee. Nooit. Maar ja, het is logisch. Het is druk, want het zijn 3 hotels die hier zitten. Maar dat wisten wij niet, want we zijn nooit verder gelopen dan Starbucks. Ja. Eigenlijk. Eigenlijk, ja. Ook echt wel heel erg, maar... Ja, we zijn 1 keer bij de ballon geweest, maar toen hebben we ook niet stilgestaan dat we... We hebben niet goed gekeken. Nee. En zo zie je toch, dat ondanks dat je heel vaak gaat... Daar is een Mac. Ja. Ondanks dat je heel vaak gaat, dat je toch nog wel dingen over het hoofd ziet... en dus iedere keer weer nieuwe dingen gaat ontdekken. Net zoals dat we nu dus opnieuw hebben ontdekt, dat daar dus hotels liggen. Dat wisten wij echt niet. En ik gewoon echt letterlijk in de village. Billy Bob's is daar zo... Ja, maar dan sportcafé. Blijf je hier veel makkelijker hangen. Ja. Sportcafé, New York stijl, is dan hier. Borden, bijna meteen. Het is, begint wel lekker weer te worden ondertussen, maar het is nog niet warm genoeg om je trui uit te trekken. Nee. Dus ik ben benieuwd wanneer dat kan. Kijk. De Disney Store, het grote beeld bij Sportscafé, Lego Clubhouse, Disney Store, Vogel, de Royal Pub en ja, de Planet, maar die is weg, die bestaat niet meer. En dan kom je dus aan deze kant uit, waar je normaal gesproken daar recht tegenover, kijken of ik het een beetje kan... Inzoomers. Ja, normaal loop je daar. Normaal lopen we dus daar. Ja. Met de tassencontrole. Dan komen we dus via daar als eerste naar binnen. Nu niet, nu komen we vanuit de andere kant. Wat is dat? Om een keer vanuit de andere kant te komen? Heel speciaal. Ja, hè? Ja. Nog net geen VIP nee. Of zo. Nee. Heel raar is dat. Een heel raar gevoel. Ja, net dat je ergens loopt waar je niet mag lopen. Net op de achtergrond. En dan weten jullie wel waar we zijn. Kijk, een beetje cinema. Dit, ja. Is dus under construction. Is closed. Ta. Oh, wat geniaal. Ja. En dan ook zo vroeg in de ochtend en er loopt gewoon geen kip. Bijna niemand. Goed, ja, dan moet ik zeggen, we zijn er. Want het is 8:30 magic time. En het is nu 8:05. We hadden verwacht dat we er iets langer over zouden lopen. Ja, eigenlijk. Misschien kunnen we het is nog eten. Een half. Ja, we kunnen nog niet binnen, hè? Het is pas 8:30 dat we binnen kunnen. Dus ik ben vooral heel benieuwd hoe dat we dat even gaan doen. Ah, ja. 8:30 wachten. Ja, dus... Kunnen we misschien even een 18-plus dingetje doen? Ja, hier mag het, hè? Hier mag het, ja. Dan ga ik bij dat trapje zitten. Ja, dat is goed. Kan ik zitten. En dan komen wij straks weer bij jullie terug.
We kunnen ook pas vanmiddag in onze kamer. Onze kamer is nog niet klaar. Dus daar is ook eventjes op wachten. En dan kunnen we ons eigenlijk gewoon helemaal installeren. En het allemaal op. En jullie hebben nu gezien hoe lang het duurt. Voor van Sequaloid, zeg maar, naar het park. We zijn er. Ja. Een half uur te vroeg. Kijk, als je iets omhoog gaat, zie je hem een keer. Waar? Oh! Oh! Oh, ik stak mijn vinger in zijn neus. Mickey. En dan Mini. Kijk, en dan zijn we dus op dit plein. Ja. En dan is het straks niet die kant op, daar studio's. Maar dan is het die kant op. En dan daar zie je al de roze torens van het Disneyland Hotel. Waar we ook nog eens een keer kunnen slapen. Ja. Ooit. In een verre toekomst. Zo. Ja. Dat zou ook mooi zijn. Ja. Ik geloof dat we aan het banaan gaan. Ja. Lydia is altijd van het, je moet goed eten. Ja, toch? Wel. Gezond. Dan doen we dat. Dus we komen straks bij jullie terug. Ja. Oh, we lopen door. Het volgende hotel. Maar dan niet om daarin te gaan, maar eronder door. Met het liedje van Belle en Beest op. Waar moeten we heen dan? Die kant? Ik durf niet te zeggen. Oh, daar rechtdoor. Oh. Dus dan gaan we de Disneyland passen pakken. En dan naar binnen. Nee, is voor... Nee, maar ja, hier is ook voor access... Nou, gaan we het vragen. We gaan het gewoon vragen. Nee. We komen zo bij jullie terug. Nou, we werden toch de andere kant op gestuurd. Ja. Want dat was voor karakter... ontbijt. Ontbijt met karakters. Check the breakfast, maar dan betaling. Dus nu moeten we langs het hotel. Hij blijft mooi, hè? Ja. Tada! Deze kant dus. En dan is het nog even een kwartiertje wachten voordat we naar binnen mogen. Dus, ja. Zo be het. Hallo! Thank you, bye bye. Zo, mijn stem wordt gewoon gelijk al schor. Ja, niet normaal. Ja. Niet normaal. Moet je nog naar de wc? Nee, ik niet. Ik ook niet. Oké. Okay. Oh, dan eens even kijken welke rij we moeten gaan staan. Ja, ik pak wel deze. Ja. Toch? Ik neem aan dat het ook wel rolstoelrij is. Dus het is nu even nog een kwartiertje in de rij staan en dan kunnen we naar binnen. Ja. Ja, oh! Kijk, hier hebben we Donald Duck. Was leuk. En nu gaan we dus naar Winnie de Pooh. Daar. En de reis niet zo lang. Ja, kom maar dan. Perfect, let's go. Nice.
Okay, big smile. Awesome. Nice. Thank you. Tada! Oké, net een meet and greet gehad. Even tussendoor gelopen. En wat zien we nu? Het kasteel. Hij blijft mooi. Is wel kaal hoor. Eigenlijk. Alleen die blokken niet, zie je dat? Ja, maar ja, die horen bij de parade. Ja. Pap. Nou, ik ben aan de camera. We gaan even terug naar onze oude traditie. Ja. En dat is Space Mountain. Yes. Dus daar gaan we nu als eerste naartoe. Maar nu hebben we die adrenaline shot hebben we weer lekker gehad. Ja. Zit dat er weer lekker in? En dan kunnen we weer verder met wat we ook willen doen. Want, we hebben nu net wel de meet and greet gehad met Winnie de Pooh. Ja. Nu zien we op de achtergrond zien we volgens mij Pluto staan. Daar. Ik kan hem net niet zien, hij is te klein. Ja, hij staat achter de bosjes. Ja, dat zie ik niet. Nee. Ik ben te klein. Ja, sorry. Nee, dus daar staat Pluto inderdaad. Die hebben we de vorige keer ook al gehad. Ja. Zoals die is, nou dan gaan we nu gewoon lekker naar Space Mountain. En dan daarvan geniet. Ik wil alleen niet vergeten mijn bril af te zetten. Ik heb mijn lenzen wel mee, dus ik ga misschien vanmiddag nog wel wisselen. Maar ze hadden eigenlijk volledig zon afgegeven. Ja, en het is nog grijs. Eigenlijk, hè? Het is nog grijs en het is ook nog redelijk fris, maar het is 9:15 's ochtends. Ja. Wat willen we om 9:15 's ochtends? Dan kunnen we niet verwachten dat de zon op volle bak schijnt. Nou, eigenlijk niet, hè? Nee, het voordeel van met de Magic Time, de zij, is dat het praktisch leeg is. Er is bijna geen volk. Ja, dat is echt. Heerlijk is dat. Wij gaan in ieder geval beginnen met Space Mountain. En daarna komen we weer bij jullie terug. Ja. Joe. Boom! Heb je Space Mountain? Yeah. Heb je gehad? Lydia is ook een grapjas. Ik moest natuurlijk mijn bril afdoen. Ja. Veel te bang om die kwijt te raken. En we staan bij de foto's die er dan genomen is. Dus ik zeg nog, ik kan die cijfers niet lezen. En we hebben de fotopas gescand, dus foto staat erop. Ik zei op een gegeven moment tegen Lydia, mag ik mijn bril? Oh ja, zegt ze. Ik zei ja, ik zei, daarom zei ik dus dat ik die cijfers niet kon lezen. Oh ja! Echt zo'n Lydia actie. Oh, geniaal. Daar kom je dus weer uit bij Videopolis. Vandaag is het ook de 90ste verjaardag van Donald Duck. Dus er zijn een aantal shows. Starten om 12:30. Die zijn dus daar binnen. Ja. Nou schijnt dat ook de meet and greet met Minnie Mouse ook daar binnen is. Waar weet ik niet precies, maar het zou daar binnen moeten zijn. Dan heb je daar Star Tours met een flikkerend lichtje. Ja, even naar het toilet hoor. Ja, we gaan gelijk even humpy dumpy naar het toiletje. En dan vanuit daar kom je weer bij Obitron, Autopia, Space Mountain en loop je dus weer Main Street op. Dat is eigenlijk heel Discoveryland. Zo kan je het wel noemen. Ja, eigenlijk wel ja. Ja. Dus Caro, hier heb je dan met het podium, daar komen we zo meteen. Ik moet niet plassen, dus dat komt wel uit. Ja, ik moet plassen. Lydia moet plassen. Ik word oud. Ja, dat wisten we al. Newsflash, Lydia wordt volgend jaar 50. Oh. Ja, en daar jij houden wordt 30, slash, hè? Volgend jaar word ik 30, ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. Oh, nee, dat hoor. Is een stukje waar je 18 plus dingen kan doen. Dus oftewel adem in, adem uit. Toiletten, die kant uit. Spiegelbeeld van ons, hallo. Tires, ik weet niet wat tires betekent. Is dat duwen? Nee. Ja. Trekken, oké. Okay. En dan kom je weer binnen, heb je een heel mooie Videopolis en dus het podium. Daarachter kan je dus eten.
Dat hebben we ooit één keer eerder gedaan. Op zich wel lekker. Het is niet heel verkeerd. Kijk, en er wordt al aangekondigd dat Surprise de Donald Surprise Birthday Party om 12:30, 2:30, 2:30, 5:30, 5:00 en 6:10. En daar is Lydia weer, klaar met plassen. Dus daar zijn de wc's. Om 12:30, ja. Dus tot vanmiddag. Tot straks. Ja. En dan gaan we weer naar buiten. Dit is makkelijker, want hier kan ik gewoon... Bloep, sesam, zware deur, open nu. Oh shit, sorry. Zware deur, ik zei al, zware deur. Tada. Dus, waar gaan we nu naartoe? Goeie, hè? Goeie, hi. Hallo. Dat is wel leuk, wat kost met. Zullen we binnen doorlopen? Het is 9:00. Zo, die kwam wel heel laag. Ik slaap verder, oeh, geen doodsangst eruit hoor. Oh. Ik was ertussen, maar ik moet niet. Ik wil de camera laag houden, omdat jij dat zei. We gaan hier denk ik een apart stukje van maken, ook op Rieland Tour. Full Tour. Want we zijn het rondje compleet. Via die kant ga je weer op Main Street. Dus dat was alles. Kijk, onze grote Mr. Buzz Lightyear. Ja. Dat was alles van de Discovery Land. Dus nu gaan we weer terug richting Main Street. Ik denk dat we richting de kant gaan van It's a Small World. Jouw kennende? Ja, hè? Ja. Lijkt wel of je leunt aan deze kant. Ik leun hele... Ja? Je moet echt in het midden zitten waar je komt. Sorry. We kunnen ook even hier afslaan. Die kant. Hier dus even doen. En dan zien we jullie strakjes weer. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Je ziet het wel. Mooie rode knop. Subscribe, abonneren. Wat er ook staat. Klik erop. En dan doe je het belletje aan. En dan krijg je allemaal onze notification binnen. En al onze meldingen die we... Als we iets nieuws plaatsen. Dan... Ik krijg bloed in mijn benen. Ik denk dat het aan mijn hoofd stijgt.